De Nationale Assemblée streeft ernaar om medio januari van start te gaan met de algemene politieke beschouwingen op de jaarrede van president Desiré Delano Bouterse. DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva gaat in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut in op de komende beschouwingen. Zoals gezegd zitten we met de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, meneer Melvin Bouva. Meneer Bouva, de algemene politieke beschouwingen. Welke plek hebben deze beschouwingen in de structuur van de begrotingsbehandeling? Nou, de algemene politieke beschouwingen hebben een heel belangrijke rol in het proces van de begrotingsbehandeling. Het is een goede voorloper, een belangrijke voorloper op de begroting, waarbij de diverse fracties, voornamelijk via hun fractieleiders of een daartoe aan te wijzen lid van de fractie, de gelegenheid krijgen, nemen om in te gaan op de jaarrede van de president, gehouden in oktober van het afgelopen jaar, waarbij in elk geval de belangrijkste uitgangspunten worden aangegrepen. Het algemeen politiek beleid van de president, van de regering, wordt besproken. En in feite, vanuit deze algemene politieke beschouwingen, wordt er een aanloop genomen naar de begrotingen toe, om dus de specifieke begrotingswet vanuit de specifieke departementen verder te bespreken, aan te vullen, te wijzigen waar nodig en te komen tot een goede begrotingsbehandeling met aan het eind van die behandeling, aan het eind van het debat, een begroting voor Suriname, zodat de regering in feite verder kan gaan met haar werk. De APB kent zich als een in feite omvangrijke politieke discussie, een omvangrijk politiek debat, beter gezegd, welke in feite naar mijn inziens de politieke uitgangspunten aan de ene zijde zeker vanuit de regering, anderzijde vanuit de coalitie, en zeker ook vanuit de oppositie, de uitgangspunten worden daar besproken, gedebatteerd, om de aanloop te nemen naar de begrotingen toe. Wat is het belang van zo'n APB? Het belang van de APB ligt in een goede voorbereiding naar de begrotingsbehandeling toe, waarbij het parlement, de diverse fracties, de ruimte krijgen en de regering aan de andere zijde om met elkaar in debat te gaan over de politieke uitgangspunten. Zo u weet, voorbereiding is een goede basis voor goed resultaat. Is het halve werk. Dus de APB is wat dat betreft een goede voorbereiding. Waarbij de verschillende politieke uitgangspunten vanuit diverse thema's bloot worden gesteld. Te praten over de sociale agenda. Te praten over het aspect dat ook zwaar wordt getrokken en ook aan de orde is geweest bij de jaarrede door de president van ondernemerschap. U weet, klein ondernemerschap, waar hij dus een aantal voorbeelden heeft gelist die succes hebben bewezen. We praten over natuurlijk onderwijs, over energievoorziening, over een aantal belangrijke beleidsdomeinen die aan de orde zijn gesteld, veiligheid en zo kunnen we infrastructuur en andere zaken in één adem doornoemen. Ik geloof dat de APB ons de gelegenheid hopelijk geeft, laat me dat zo stellen, voor zover dat goed door de leden en de fracties wordt ingevuld, om een goede aanloop te nemen en inderdaad een goede voorbereiding te hebben naar de begroting toe. Wat dat betreft hebben wij zeker een verantwoordelijkheid vanuit de leiding van het parlement, niet alleen, maar ook vanuit de diverse fracties, om vanuit deze goede voorbereiding een goed begrotingsdebat te hebben en aan het eind de goedkeuring van een begroting die ons verder kan helpen in de ontwikkeling en het werk dat we moeten doen in ons land. U hebt aangegeven dat de APB binnen die APB of tijdens de APB
de verschillende fracties de ruimte krijgen om in te gaan op de jaarrede van de president. Maar is het ook zo dat men mag komen met zaken die men in het veld heeft geconstateerd? Dat zijn politieke leiders, per slot van rekening, die hier in de DNA participeren. En men heeft contact met het veld. Mogen ze komen met zaken die rechtstreeks vanuit het veld komen? Kijk, het typerende van een begrotingsbehandeling is inderdaad altijd dat het een DNA-vergadering is dat wijdverbreid is. En dat vele en zo niet alle beleidsdomeinen en daarmee alle politieke zaken raakt. Dat ook de ruimte biedt aan leden van het parlement, dat wel fracties, dat wel politieke leiders of politici, om hun punt te maken. Ik herinner me nog mijn eerste jaar in het parlement, het moment dat ik net als vele anderen zit te wachten op de begrotingsbehandeling, omdat dat ik kan tja in feite aan nood toe van afvallen kon. Omdat bij andere vergaderingen, een vergadering over zeg maar de aanleg van een brug of een behandeling over een arbeidswet, biedt jou niet de gelegenheid om te praten over misstanden in het onderwijs. Maar een begrotingsbehandeling biedt dat wel. Dus de ruimte om zaken aan te snijden is breed en is bijna oneindig. Natuurlijk binnen de grenzen van wat toelaatbaar is. Ik zeg altijd, over het algemeen kan je alles zeggen aan iedereen. En in het verband van het parlementaire werk dat we hier doen, kun je ook natuurlijk alles zeggen en brengen. Maar natuurlijk het moment waarop en de wijze waarop zijn belangrijke uitgangspunten. Dus wat dat betreft reken ik erop dat iedereen gebruik maakt van dat recht, van die ruimte. Maar ook rekening houdt met de manier waarop dat wordt gebracht. En dat er met alle egards en respect een goede discussie en een goed debat wordt gevoerd met respect naar het staatshoofd. Want we hebben misstanden gezien hier die we absoluut niet verder kunnen bespreken, maar absoluut niet hebben moeten zien gebeuren. Maar andersom, dat er wederzijds respect is en dat we vanuit die uitgangspunten toch wel de belangrijkste zaken politiek met elkaar kunnen bespreken. Hoeveel tijd wordt er uitgetrokken voor zo'n algemene politieke beschouwing? Voor de AVB is er altijd een afstemming vooraf tussen de leiding van het parlement en de leiding van de fracties, waarbij er afstemming wordt gepleegd over de toe te meten tijd. Traditioneel is dat ongeveer een uur per fractie. De VHP-fractie kreeg iets meer gezien het aantal leden binnen die fractie. En natuurlijk de NDP als grootste fractie binnen de Nationale Assemblée kreeg ongeveer 1,5 tot 2 uur. In elk geval een vooraf afgesproken tijd dat op dat gemiddelde ongeveer neerkomt. Dan heb je natuurlijk de regering die als verantwoordelijke hier aanwezig is en de antwoorden meeneemt en beantwoordt, die ook een bepaalde tijd heeft en dat zelf verder inricht. En dan komt het parlement in tweede ronde daarop terug. Dus al met al zullen er ongeveer 2 vergaderdagen worden gewijd aan de begrotingsbehandeling, waarbij we hopen en rekenen dat de tijd op een nuttige manier wordt besteed. Ik zeg dat bewust omdat veelal fracties, vooral fracties van de oppositie vinden dat de tijd weinig is en dat ze mondig worden gemaakt. Niets is minder waar. Overal in de wereld, ik ben zelf vertegenwoordiger van Suriname bij de Interparlementaire Unie, waar alle parlementen van de wereld bijeenkomen, zie je dat er een toegemeten tijd is. En dat landen, vertegenwoordigers, en in dit geval vertegenwoordigers van de verschillende fracties, zich moeten houden aan de toegemeten tijd. En de tijd zo goed en nuttig mogelijk besteden. Geen oeverloze discussies, geen politieke uitstapjes die absoluut geen zin hebben en thuishoren op politieke podia. Maar kortzakelijk, natuurlijk, we nemen een politiek huis, dus je kan wel altijd een politieke insteek hebben. Maar op een effectieve manier de bijdrage leveren, zal ons op het punt brengen dat de tijd inderdaad goed en nuttig wordt besteed. Vroeger hebben we hier bijna tijdloze discussies gehad, oeverloos. Mensen luisterden op een gegeven moment niet meer. Ik ben goed gestemd
dat zeker onder leiding van mevrouw Simons, misschien daarvoor, maar zeker onder haar leiding en zeker nu, wij er alles aan doen om de tijd zo goed en efficiënt mogelijk in te delen, zodat we op basis daarvan goede discussies kunnen krijgen. En we hopen dat we elkaar op dat punt kunnen brengen, dat de beschikbare tijd wordt gebruikt om het maximale te halen uit de vergadering.